Hoi, ik ben Jurgen en de afgelopen tijd heb ik de Sony Xperia 5 Mark II getest en dit is wat ik ervan vind. Laten we dan beginnen bij het design van die Sony Xperia 5 Mark II. Als je je trouwens afvraagt waar komt die Mark II naam vandaan, dat is iets dat Sony en ook andere merken gebruiken bij normale camera's om verschillende generaties aan te geven. En dat heeft Sony dus nu ook naar hun telefoons gebracht. Dus dit is de tweede Xperia 5 als het ware. Als we kijken naar het design, is er één ding dat ervoor zorgt dat het misschien herkenbaar is als een Sony telefoon. En dat is namelijk de aparte vorm van de telefoon. Hij is namelijk wat smaller dan de meeste andere telefoons. En dat komt omdat Sony er weer voor heeft gekozen om gebruik te maken van een 21:9 beeldverhouding. Dat zegt ze misschien niet zoveel. Dat doen ze ook niet zomaar. Dat is een beeldverhouding die heel veel gebruikt wordt in films en series. En als je dan een serie of film kijkt in die beeldverhouding, zorgt het er dus voor dat gewoon je hele scherm gevuld is. En krijg je dus eigenlijk de ultieme ervaring op een telefoon. Daar doen ze nog meer voor. Zo heb je bijvoorbeeld een soort boost voor je scherm, waardoor die dus films en zo veel mooier maken. Waardoor het echt heel goed uitziet op je scherm. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn. Zeker als je iemand bent zoals ik, die wel redelijk veel series en films op zijn telefoon kijkt. Maar je hebt ook nog een mode en die doet eigenlijk weer iets anders. Die zorgt er juist voor dat er niks mooier wordt gemaakt als je een film of serie kijkt, maar dat je hem juist zo ziet zoals de makers het zelf bedoeld hebben. En dat is natuurlijk ook wel een toffe optie en een toffe ervaring om daarmee te spelen, zeker als je echt een filmliefhebber bent. Ze doen dus heel veel voor het kijken van content, maar ook voor het maken. Maar daar komen we zo meteen bij als we gaan kijken naar de camera's. Als we naar de telefoon zelf kijken, is het een 6,1 inch scherm. Dat is dus niet mega groot, maar dat is eigenlijk ook wel fijn. En omdat hij wat smaller is, ligt de telefoon echt heel erg fijn in de hand. Kun je eigenlijk, tenminste ik, redelijk goed overal bij. Ik heb grotere telefoons gebruikt, dus dan moet je af en toe heel veel handgymnastiek gebruiken. Maar hier heb je eigenlijk nergens last van. En wat ik ook heel relaxed vond, is dat in de aanknop aan de zijkant ook de vingerafdrukscanner zit. En dan denk je misschien, maakt dat zo heel veel uit? Nou ja, in mijn geval zorgt het ervoor dat ik eigenlijk meteen de telefoon unlock als ik hem vastpak. Dus kan ik hem meteen aan de slag. Dat is heel erg fijn. En die knoppen, dat is sowieso wel interessant om even naar te kijken. Want er zitten er meer op dan je misschien zou verwachten. Nou, we hebben dus die aanknop. We hebben natuurlijk een volumeknop. Dat is op zich wel handig. Maar nog twee extra knoppen. Eentje is een shutterknop. En dan kan je dus tijdens het foto maken gewoon die gebruiken alsof je een echte camera hebt. Dan hoef je niet meer het scherm aan te raken. En dat is oprecht best wel handig. En dan hebben we nog een knop en dat is eentje om Google Assistant erbij te halen. Die gebruik ik zelf niet zoveel, maar mocht je nou veel gebruik maken van Google Assistant, kan ik me voorstellen dat dat heel erg handig is. Voor de rest ja, is het gewoon weer een Sony design qua telefoon. Heel erg tof is dat er ook nog een headphone jack op de telefoon zit. Dus gebruik jij nog beraden oortjes of heb je een goede headset die je graag wil kunnen gebruiken op je telefoon, dan kan dat gewoon heel erg makkelijk bij dit toestel. Dus dat is hartstikke tof. Als we nog eventjes naar het scherm kijken, heeft hij ook nog 120 Hz refresh rate als je daarvoor wilt kiezen. En dat is hoger dan de standaard 60 en dat zorgt er dus voor dat alle bewegingen op je scherm gewoon een stukje soepeler aanvoelen. Sony staat er onder andere om bekend dat ze hele goede camera's maken. Niet alleen voor camera's, maar dus ook voor op telefoons. Zo ook bij deze. Er zitten er drie achterop. Een hoofdcamera, een ultrawide en een telelens. Alle drie van 12 megapixel en een 8 megapixel selfiecamera. Die trouwens niet verwerkt zit in het scherm of zo. Heel veel merken zijn allemaal bezig met uitvinden wat is de beste manier. Sony doet er allemaal niet aan mee. Die hebben gewoon nog een zwarte bezel die je vast nog wel kent. Daar zit gewoon de selfiecamera in verwerkt. Heel erg simpel. Het zorgt voor een zwarte balk op je scherm. Maar als je dat niet erg vindt, dan heb je er ook geen last van. Het zit in ieder geval goed weggewerkt. Die camera's die zijn hartstikke prima. Zeker als je gebruik maakt van de standaard app, krijg je eigenlijk gewoon redelijk goede foto's. Zowel met de hoofdcamera, die heeft natuurlijk het meeste detail, als met de ultrawide en de telelens. Maar wil je nou echt het meeste uit je telefoon halen, dan helpt het al als je een beetje kennis hebt van Sony camera's of camera's in het algemeen. Zowel voor video als voor fotografie. Want er zijn namelijk twee speciale apps op deze telefoon. Eentje voor foto's, eentje voor video. Waarmee je eigenlijk de complete controle krijgt over die camera. En hem echt kan instellen zoals een echte
camera zelf zou werken. En dan kan je dus de complete potentie van de lenzen gebruiken. Maar dat vereist dus al wel wat kennis. Dus weet je er nou helemaal niks vanaf? Ja, dan zou je er waarschijnlijk niet zoveel aan hebben aan het begin. Tenzij je er tijd aan wil besteden om dat te leren. Maar ken je het al wel? Dan kan je er heel veel uithalen. Dus ook voor de makers van content is deze telefoon heel erg interessant. Iets waar ik het afgelopen jaar steeds meer over hoor bij telefoons, is het streamen van games naar je telefoon. En dan heb ik het dus niet over dat je Candy Crush kan spelen op je telefoon, want dat kon al, dat weten we al. Nee, dan heb ik het over echte games. Bijvoorbeeld de nieuwe Assassin's Creed, streamen en spelen op je telefoon. Dan denk je misschien, hè, hoe dan? Nou, waarom gebeurt dat dit jaar? Dat is vanwege 5G. Die zorgt er namelijk voor dat die verbinding eigenlijk zonder vertraging verloopt. Wat toch wel handig is voor het spelen van games. En dat zorgt er dus voor dat je de game bijvoorbeeld vanaf je console of je computer kan streamen naar je telefoon. Maar de echte ervaring waar het om gaat is dat jij helemaal geen console of wat dan ook nodig hebt. Je neemt gewoon een soort Netflix abonnement op games. En die kan je dan rechtstreeks streamen naar je telefoon. Heb je natuurlijk wel een controller nodig. Nou, Sony heeft de PlayStation controller meegestuurd met een opzetstukje. Dus dit is hoe dat ongeveer eruit zou zien dan. En dan kan je dus gewoon je echte game spelen op je telefoon. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je de complete vrijheid hebt. Want ja, ik kan dat nu altijd spelen. Als de tv bezet is, maakt niet uit. Dan speel ik lekker verder op mijn telefoon. Als ik met de trein naar mijn werk moet of naar school moet, dan kan je gewoon lekker spelen onderweg. In deze tijd gaat het misschien wat anders. Maar uiteindelijk is dat wel heel erg fijn. En die vrijheid heb je dus. En dat heeft dus allemaal te maken met die goede verbindingssnelheid die we straks met 5G kunnen halen. Ik vond het in ieder geval heel erg tof om uit te proberen. En ik ga nog even verder spelen. Er zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere specificaties. Zo draait hij bijvoorbeeld op de Snapdragon 865 processor. Heeft hij 8 GB RAM, 128 GB opslag en een 4000 mAh batterij. Die batterij is voldoende om gewoon heel de dag mee door te komen. Dus daar hoef je in ieder geval niet zorgen om te maken. En de telefoon beschikt dus ook over 5G. Dat is de toekomst. Dus daar ben je alvast klaar voor. Dat was het eigenlijk al voor mijn review van deze Sony Xperia 5 Mark II. Best een interessante telefoon. Dus heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!